allereerste heb ik een heel grote passie voor muziek. Ten tweede heb ik een grote passie voor data. Het inlezen van data, het bewerken van data en het maken van mooie analyses op basis van heel grote datasets. En wat ik eigenlijk een paar jaar geleden heb gezien, is dat mijn muzieksmaak heel erg ging veranderen. En ik vroeg me toen af of dat iets te maken had met het feit dat ik Spotify ben gaan gebruiken. In grote lijnen bestudeer ik de invloed van de digitalisatie op de samenleving. En specifiek kijk ik dan naar de overgang van de muziekindustrie naar online streamingdiensten. Terwijl we toen, ja, een paar jaar geleden nog muziek kochten, huren we nu op een abonnement onze muziek in. En de vraag is wat dat voor een invloed heeft op de makers van muziek, op de mensen die muziek luisteren en op de platforms die de muziek beschikbaar stellen. In een reeds gepubliceerd onderzoek kunnen we aantonen dat vooral kleine artiesten profijt hebben bij de overgang van de muziekindustrie naar online streaming. Dus zij kunnen meer plays boeken, wat vertaald in geld op die platform. Maar ook hebben we kunnen aantonen dat de loyaliteit van klanten naar artiesten toe afneemt. Dus het betekent eigenlijk dat het moeilijker is voor artiesten om fans te behouden. Inmiddels is dit uitgegroeid naar een grotere onderzoeksagenda. We kijken naar verschillende dingen zoals playlists of alternatieve revenue modellen voor artiesten en makers van creatieve content. De digitalisatie verandert heel veel in onze samenleving. En het is nodig om daar gefundeerd naar te kijken met goede datasets, met goede methodes, om beter kennis op te doen hoe wij onze digitale wereld willen hebben.